Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom alweer een nieuwe video. En ja, zoals jullie wel horen of zien of zien aan mijn reactie. Nou, zoals jullie wel zien aan mijn reactie ben ik nu dus met Sven aan het bellen en... Ja, ik ben dus met Sven aan het bellen en ik heb dus een kleine update video. Morgen, dus, het is nu dus nog altijd nog maar 7 maart. Het is nog maar 7 maart en het is 7 maart vandaag en ik heb vandaag, deze video komt op 17 maart online en dus ben ik 24 dan op die dag. Dus daarom dat er al in de titel, in de beschrijving staat van ik ben 24 en ja, ik ben 24 jaar oud of zoiets. Morgen op 18.03 heb ik dus mijn MacBook. Morgen op 18.03 heb ik dus mijn MacBook en ik ga daarmee dus een video maken. Ik ga daar dus mijn editing mee doen, mijn uploads mee doen. Ik ga daar van alles mee doen met mijn MacBook. Ik ga daar mijn muziek mee doen, ik ga daar mijn editing dus mee doen. Via, hoe noemt die, DaVinci Resolve. Daar ga ik dus mee mijn editing doen met DaVinci Resolve en met DaVinci Resolve ga ik dus mijn editing doen en met FL Studio en Juice ga ik ook werken. Misschien ga ik ook nog dan ga ik ook nog een paar andere apps erop zetten, maar dat ga ik nog wel dan zien wat ik voor apps er ga opzetten. Ik ga ook met in de unboxing video van de MacBook Pro 13 inch M2 ga ik ook dus Cinebench installeren. Dus ik ga ook Cinebench benchmark doen met Cinebench en ik ga ook dus andere benchmarks doen gewoon om het contrast van PC naar MacBook te doen. En ik ga van PC dus naar MacBook en met editen. Ik ga ook de streams hou ik op de PC, dus deze video is de laatste video dat ik op de PC wordt geëdit. En dan gaan alle video's vanaf nu op MacBook geëdit worden. Ga ik die s'avonds in bed waarschijnlijk nog... Dan ga ik die dus s'avonds in bed kunnen editen. En gaat veel plezanter zijn voor mij om met een SSD te werken. Want als ik bijvoorbeeld naar 4K wil gaan editen, dus 4K, ga ik dus... mijn video kunnen editen naar 4K en dan gaat het maar 9 minuten zo kosten voor een video van 10 minuten van 4K te kunnen editen naar een bestand voor op YouTube te plaatsen. En dat is meestal een MOV of een MP4 bestand, kan ik zelf kiezen. Maar ik ga waarschijnlijk dan, omdat ik het toch op MacBook zit, een MOV bestand pakken. Want dat is veel handiger. Een MOV bestand, maar daar kennen jullie niks van, daar ken ik wel iets van. Omdat ik werk altijd met MOV of met MP4. Ik vind het chiller werken met MOV en ik vind het kutter werken met MP4. Nou, MP4, ja, dat is misschien wel een gecomprimeerder bestand. MOV is een beter bestand, vind ik zelf. Persoonlijk vind ik MOV echt wel chill om mee te werken. MOV is echt een heel goede bestandsvorm en dat is MP4 minder en ik heb graag dus met MOV te werken, dus ja, maar dat ga ik nog wel allemaal in de MacBook Pro 13 inch M2 unboxing allemaal vertellen
En dan gaat hij ook die unboxing op de MacBook Pro M2 13 inch editen. Vonden jullie deze video tof? Ga dan zeker een like geven op deze video. Like dan zeker even deze video. En abonneer je ook beneden voor meer van dit soort content. En vanaf nu gaat dus mijn video's geëdit worden op de MacBook Pro M2 13 inch. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is altijd Dylan. Bye bye. Yo, bye bye. Yeah.